Geweldig mensen, wat een enorme partij, dames en heren. Ik word hier heel erg stil van. Beste boeren, bedrijfsleden, consumenten. Wat kan er allemaal geraakt door de plannen die we vanuit de uitgeleid krijgen? Vroeger toen ik op school zat, toen zei de leraar: binnen jongen, als je hier beter je best doet, dan komt er niks van je terecht. En als deze waanzin nu doorgezet wordt, dan komt er niks van deze mensen terecht. En moeten wij dat willen? Oké, dankjewel. Als er weinig die nu in Den Haag uitgestippeld worden. Oh, sorry. Ik heb een vraag aan de hier consumenten. Willen jullie eerlijk geproduceerd voedsel? Ja! Wij boeren, willen wij dat blijven produceren? Ja! Oké, dankjewel. Antwoord is duidelijk. We moeten alles op alles zetten om het tegen Den Haag te keren. Door middel van brieven. Door het eerlijke verhaal zoveel mogelijk te vertellen. In onze afdeling is een lid die een duidelijke brief heeft geschreven, die wil ik graag voorlezen. Beste minister Stakhoff, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het stikstofdossier, wil ik u als melkveehouder graag wijzen op een verhaal uit een boek dat in grondslag ligt aan de ideologie waaruit u en uw partij politiek bedrijven. Het verhaal staat in de Bijbel. In 1 Koningen 21 samengevat. Naboth, een man in het vroegere Israël, bezit een wijngaard. Deze wijngaard is al lang in zijn familie, van generatie op generatie doorgegeven. Op een dag vraagt de koning Achab, die zijn paleis naast een wijngaard heeft staan, of hij het stuk grond kan kopen of ruilen. De koning wil er goed voor betalen. Maar Naboths antwoord is als volgt: de Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zal afstaan. De koning gaat teleurgesteld terug naar zijn paleis. Zijn vrouw Jezebel ziet er de teleurstelling en besluit het over een andere boek te gooien. Om de wijngaard toch in bezit te krijgen. Door 2 nietsnutten tegen Naboth te laten getuigen werd hij vermoord en kwam de wijngaard in handen van de koning. De rest van het verhaal is geschiedenis. Een geschiedenis die zich in het huidige Nederland lijkt te herhalen. Dezelfde partijen, een boer, Naboth, een overheid, Achab, een uitvoerend minister, Jezebel. Dezelfde kwestie, grond die de overheid graag wil hebben. Dezelfde principes, een boer die zijn grond niet wil verkopen, omdat zijn geschiedenis en zijn toekomst verbonden zijn aan die plek. Hoewel er in het huidige Nederland niet letterlijk gemoord wordt, sterft er iets in mij als boer. Het sterft in mij een ondernemersgeest bij continu veranderende spelregels. Het sterft in mij rentmeesterschap als mijn gronden niet doorgegeven kunnen worden aan mijn kinderen. Werken aan goed bodemleven en opbouw van organische stof is werk van generaties. En het sterft iets in elke boer bij het aanhoren van het door u en uw collega van de Hal gepresenteerde plan. Dit beleid gaat geenszins over rentmeesterschap. Deze maatregelen doden het perspectief van boeren die van generatie op generatie hun gronden bewerken. Een tragedie. U als minister en uw partij mogen in dit verhaal kiezen. Wie wilt u zijn? Naboth, Achab of Jezebel? Of, en die rol is er ook nog, die ene profeet die de overheid wijst op de dwaling die vindt. En dit is dit statement van Wim, maar vooral het statement van u, die met zo velen gekomen zijn. Dit statement, u bent het statement naar Den Haag. Het dictaat van mevrouw van der Lan moet van tafel. En daar gaan wij voor. Daar staan wij voor. Daar verzetten wij ons tegen. En waarom? Omdat u met al uw bedrijven het platteland heeft opgebouwd. Het vitale platteland waar Nederland rijk door is. Dat verdient geen kaalslag. Dat verdient steun. En die steun, die hebben we in dit dictaat van deze regering, Rutte 4, niet gezien. En daarom kan zeggen wij tegen u allen, wij hebben 3 punten waarop dit punt van dat Haagse beleid
die dictaat moet veranderen. In de allereerste plaats, luister goed naar, handen af van het platteland. Het tweede punt waar het om gaat, is geen onhaalbare doelstellingen. Geen stikstofnorm wat slechts tekentafelbeleid is. En drie, ervoor zorgen dat de kritische depositiewaarde van tafel gaat. Want voor de boer en voor de natuur gaat het alleen om de staat van instandhouding. En dat betekent meten in en om de boerderij, meten uiteindelijk in het boerengebied en meten en bodemonderzoek plegen natuurlijk in de natuur. Want boer en natuur, dat is geen tegenstelling. Dat wordt nog gecreëerd. En daarom moeten wij ervoor zorgen als boeren dat we Nederland weer het juiste spoor wijzen. En daarom is het van belang als derde punt dat we geen enkel tekentafelbeleid willen. Niet van bovenaf, maar met u. U als boeren, u als boerenbedrijven en u als boerengemeenschappen. Dat is de weg en dat doet ertoe. En daarom allemaal in dit veld, is het van belang dat we achter ons blijven staan zoals alle organisaties die hier op het podium staan vandaag. En dankjewel voor de mooie woorden, Jeroen. Maar ook jij bent een van die mensen die hier met anderen op dit podium deze prachtige manifestatie vormgeven. Maar let op, de samenleving moet ons achterhouden. En die samenleving die staat achter ons. Die samenleving hoort bij ons. Want boeren op het platteland, met hun bedrijven, die doen het toe. En daarom dient dit dictaat van deze regering van tafel te gaan. En ik wens u allen een mooie dag. Sta achter ons, help ons en doe mee. Zodat de samenleving ook achter ons blijft staan. Dank u wel! Ik doe even mijn kop uit, zodat ik nog beter op dezelfde hand een beetje kan praten. Sjaak, ik denk dat je toch een heel belangrijke boodschap mee willen geven. We hebben elkaar lang gesproken en ook als alle partijen. In de emotie van het moment is het heel makkelijk om een stevige speech te houden. Dat doe je verdeffelijk. Maar in het verleden zijn we ook tegen elkaar aangelopen. We hebben vaker op het podium gestaan toen het ging om een stikstofwet. Toen zei Sjaak, die wet die moet er komen en als de wet er is, dan gaan we veranderen. Nou is dat gedrochter, maar hij is nog niet veranderd. We zitten nu weer op een punt en we zeggen, we keren Den Haag terug toe. Wij gaan niet met Van der Lomen aan tafel. Ik weet en ik voel, en iedereen beseft het hier, dat er angst is dat we na morgen allemaal naar huis gaan en Sjaak op een van de LTO overmorgen weer op een uitnodiging van de Wal ingaat. Ik wil niet zeggen dat we er nooit bij heen moeten, want uiteindelijk weten we allemaal dat we in gesprek eruit moeten gaan komen. Maar hoe zorgen wij als hele landbouw dat jullie niet vooruit lopen en Van der Wal is in de stop aan het komen? Het mens is gestoord dat ze dit soort plannen heeft neergelegd. Het geluid is een keer in Den Haag terug toe, een keer Van der Wal de rug toe. We snappen elkaar volledig op de inhoudsjaar. We weten ook dat we allemaal een eigen toon hebben. Maar hoe kunnen deze boeren jullie overtuigen niet voor de muziek uit te lopen en Van der Wal in de stopgaten te laten komen? Let op, in dit land, Jeroen, en daar gaat het ook om, de politici hebben een tunnelvisie. Dan kan je daar niets mee praten. Dan kan je daar niets mee onderhandelen. Dan kan je daar niets alleen maar mee doen zoals vandaag uiteindelijk ze de eenzijdige weg op gaat. Wij willen de dictaat van tafel, net als jullie, en dan praten we daar samen over hoe we daar verder mee komen. Dat is de enige juiste weg, want zonder andere boeren is Nederland op dit punt niet goed bezig, is Nederland van de spoor af en wij moeten met z'n allen Nederland weer de spoor krijgen. Samenwerken, dat doet het toe! Graag, ik wil u bedanken. Laatste waarschuwing, we weten allemaal dat het stikstofverdrag niet is ingericht om stikstof te reduceren, maar om 30% van de veestapel te reduceren. Wij weten het, LTO weten het, ik denk dat we elkaar verschrikkelijk goed vast moeten houden. Als je bang wordt voor de politiek, bel alsjeblieft, Jos gaat mee en ik ga mee. En we houden onze poot zijn, want dit verdienen deze boeren. Zo is dat nu. En de eerste slag van mij hebben jullie gezien in Buitenhof. Daar zat Tjeerd te groot.
En weet je wat de interviewer zei? Tjeerd de Groot, dit is voor het eerst dat je verloren hebt. En hij gaat nog meer verliezen. Dat is de spelersjaar. Zaken, ik geef je een hand. En Wim Brouwer, ik weet niet waar die gebleven is, maar hij heeft ook een grote rol verzorgd in de organisatie. Grote klasse dat je hier stond, Sjaak. Neem de boodschap mee. Maak gebruik van de eenheid die er is, de verscheidenheid in partijen. En ik wil de LTO landelijk en regionaal van harte bedanken. Wim die wil nog een laatste woord naar de mensen hier en in de Gelderse spreken. Mensen, we gaan met z'n allen voor een gezonde toekomst voor de Gelderse Vallei en heel Nederland. Ik wil een daverend applaus voor ook voor de organisatie hier, want we hebben dit echt met z'n allen gedaan. Ik ben er heel erg trots op. En niemand uitgesloten. Dankjewel!